Nou, bedankt. En ik geloof dat er nog iets aangeboden gaat worden aan de scheidende hoofdredacteur van de Volkskrant. Het is namelijk het tweede deel van de avonturen van de Boerka-babes, van de dames in Boerka, die zich moet af en toe verdringen uit zijn plekje in de Volkskrant. En nou, het eerste deel kent u misschien al, dat heeft het heel goed gedaan. En ik hoop dat deze tweede ook in de smaak zal vallen. Dit is het tweede boek. Alsjeblieft, hoofdredacteur. Nou, u vraagt zich natuurlijk allemaal af, wie zijn die dames in burka die hier de hoofdredacteur flankeren? Zijn dat moslima's die uit vrije wil de burka dragen? Of zijn het drie meisjes van uitgeverij De Harmonie die door deze tekenaar onder druk zijn gezet om hun vrije dag op te offeren om zo'n stomme burka aan te trekken? Alles voor een mooi plaatje en een beetje succes. Nou, ontzettend. Nou, het zullen waarschijnlijk wel moslima's zijn die uit vrije wil een burka hebben aangetrokken, denk ik. Ontzettend goed gedaan. Ontzettend bedankt, dames. Ja. Au revoir, zou ik zeggen. Het is jammer dat Pieter Broertjes iets te bescheiden is geweest over zijn rol als hoofdredacteur. Ik heb hem inderdaad, hij heeft Sigmund in de krant gezet samen met Huub Hubben, toenmalig art director. Toen was Pieter nog adjunct hoofdredacteur en een jaar later werd hij hoofdredacteur. En nou, hoewel je als tekenaar, als freelancer niet veel op de redactie komt, heb ik wel een beetje indruk gekregen van zijn baan. En nou ja, dat moet je niet onderschatten. Dat is een bovenmenselijke prestatie die zo'n man moet leveren. Misschien nog leuk om te vertellen dat vandaag ook in Frankrijk het boekje over de burka's uitkomt. Dat is getiteld Burka Fashionista. Vandaag stond er al een leuk stuk in een Waalse krant erover. En gisteren is natuurlijk gaat een soort wetsvoorstel in Frankrijk toch om de burka te verbieden. Dat lukt is een tweede, maar de timing van mijn Franse uitgever is bijzonder goed. Dat wordt vast bijdrukken. Nou, net als Pieter Broertjes zeg ik dan, hierbij verklaar ik de tentoonstelling graag voor geopend. Een kleine korte mede, de boekjes zijn daar te koop. En ze worden gesigneerd op verzoek.